Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er trokken vandaag wolkenvelden over het land, met name vanuit het oosten richting het zuiden van het land. Op plaatsen in het noorden en westen heeft de zon ook wel geschenen en dat kunnen we zien op de satellietfoto. Nederland heeft te maken met wisselend bewolkt beeld, maar er zit dus inderdaad een gat in die bewolking. En dat zien we met name over Noord-Holland trekken, delen van Zuid-Holland en Zeeland. Maar dikkere wolken liggen over het zuidoosten van het land en ten noorden van Nederland bevindt zich ook wat bewolking en daar valt af en toe een enkele bui uit. De computer berekent die bewolking heel goed boven het zuidoosten van het land. Er ligt zo'n beetje over de Ardennen. zit ook wat neerslag in. En als we dat gaan volgen, dan zien we dat die neerslag zich wat ontwikkelt. En dat er zelfs boven het Duits Middelgebergte wat sneeuw kan gaan vallen. ook in de Ardennen. En misschien dat er morgenochtend dan een klein beetje lichte winterse neerslag valt in de Limburgse heuvels. Waarna het ook daar gewoon weer wat gaat miseren. Uiteindelijk trekt die neerslag morgen over ons land naar het noordwesten. En zal dan wat gaan verpieteren. Maar ook donderdag hebben we nog te maken met. Met vrij veel wolkenvelden in onze omgeving en later op de dag volgt opnieuw een zwakke storing vanuit het oosten met wat neerslag. Zover is het nog niet. We hebben eerst de avond voor de boeg met op sommige plaatsen opklaringen, maar vaak toch ook veel wolkenvelden. Dat maandje in het zuidoosten van het land kunnen we gevoegelijk vergeten, want ook daar is het vaak bewolkt. Temperaturen rond een graad of 5. Dan in de nanacht in het zuidoosten, misschien de eerste lichte winterse eerst in de vorm van een paar vlokken natte sneeuw. Dat zal helemaal aan het eind van de nacht en begin morgenochtend het geval zijn. En dan liggen de temperaturen daar maar net boven het vriespunt. Morgen overdag wordt het 5 graden in Limburg. Dat vlokje natte sneeuw valt in de vroege ochtend. Daarna wordt het ook daar regen en dan breidt die zone met neerslag zich langzaam over de rest van het land uit. In het noordwesten kan het nog wel 10 graden worden. Donderdag vrij veel wolken, vrijdag vrij veel wolken, zaterdag vrij veel wolken. Steeds een graad of 10 op de thermometers, maar er zijn ook plekken waar het tegen kan vallen, vooral het zuidoosten op de donderdag. Er valt van tijd tot tijd regen en er staat aanhoudend een oost tot noordoostenwind. Vooral donderdag is de wind nog stevig met een windkracht 5 langs de kust. Dan zien we vanaf zondag de dagelijkse gang in de temperaturen toenemen. We zien dat de maximumtemperaturen voorzichtig nog iets oplopen en dat de minimumtemperaturen weer wat omlaag gaan. Nou, dat kan eigenlijk alleen op het moment dat je opklaring hebt. En dat betekent dus dat het vanaf zondag niet alleen een stuk droger of zelfs helemaal droog wordt, maar dat de zon er echt weer beter bij komt. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.